Lonneke, obstetrieverpleegkundige op de afdeling verloskunde van het Canisius Wilhelmina ziekenhuis. Hoi, ik ben Marijke en ik ben werkzaam vanaf 2001 op afdeling verloskunde als obstetrieverpleegkundige. Vandaag willen we jullie graag wat meer laten zien over ons werk. Zwangeren met een medische indicatie komen hier tijdens hun zwangerschap voor controle in ons ziekenhuis. Ook als zij komen bevallen, komen ze hier op onze afdeling. En afhankelijk van de indicatie blijven ze nog een deel van hun kraamtijd bij ons. Daarnaast komen ook zwangeren die vanuit de thuissituatie poliklinisch bevallen hier op onze afdeling. De taken op onze afdeling lopen heel erg uiteen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld dat we het CTG, dus het hartfilmpje, aansluiten bij een moeder. En dat we infusen prikken, medicatie toedienen. Ja, wij begeleiden en coachen de barende tijdens de bevalling. We doen baby's in bad, we controleren de kraamvrouwen. En zo hebben we nog een heel breed scala aan andere taken. Ons team bestaat uit verpleegkundigen, artsen, artsassistenten, verloskundigen van de tweede lijn. Maar ook de roomservice maakt deel uit van ons team. Ons team is een super enthousiast en leuk team. Waar we ook echt van op aan kunnen als er acute situaties zijn. Ja, dat is super belangrijk natuurlijk. Ik denk ook dat humor een grote rol speelt. We maken ook heftige situaties met elkaar mee. En weten wat je aan elkaar hebt, helpt ons heel erg. Afdeling verloskunde valt onder het vrouw-kindblok van CWZ. Wat betekent dat wij ook nauw samenwerken met de afdeling neonatologie en de kinderafdeling. Wat mijn werk zo bijzonder maakt, is dat ik het eigenlijk al van kind af aan heb willen doen. Toen mijn zusje werd geboren, werd bij mij eigenlijk al heel gauw duidelijk dat ik dit werk wilde gaan doen. En met bezwaar dan in het ziekenhuis. Ik vind het ook heel bijzonder om op zo'n belangrijk moment in iemands leven een bijdrage te kunnen leveren. Wat werken in CWZ fijn maakt, is dat je binnen het vrouw-kindblok de mogelijkheid krijgt om je te oriënteren binnen de drie afdelingen. En dat je daarna afhankelijk van jouw voorkeur je kunt specialiseren. Je krijgt dus de kans om je te ontwikkelen. Daarna zijn er nog meer mogelijkheden om jezelf te scholen. Bijvoorbeeld de opleiding borstvoedingscoach of lactatiekundige. We hopen dat we jullie wat inzicht hebben kunnen geven in onze werkzaamheden. En wie weet, tot ziens!